Wat ooit begonnen is als een dag waarbij beemselingen elkaar beter leren kennen, is nu uitgegroeid tot een jaarlijks evenement. Op Hemelvaartsdag werd in de Beemster voor de 49e keer de open dag georganiseerd. Meer dan 50 organisaties openen hun deuren voor het enthousiaste publiek. Ook de brandweer, die 100 jaar bestaat, opent vandaag hun deuren. Wat is er vandaag allemaal te zien hier bij de brandweer? Wat wij te zien hebben? Wij hebben waterspelletjes wat we doen voor de kinderen. We hebben oud materieel die wij gebruikt hebben 100 jaar geleden. Die staan tentoongesteld. En kinderen kunnen fietsen knippen. We hebben nog een stukje met voertuigen waar je mee op de foto kan. Want jullie bestaan 100 jaar. Wat betekent deze mijlpaal voor jullie? 100 jaar vrijwillige brandweer. Ja, iets groots is het natuurlijk voor ons. Ja, dat willen we hier toch aan de mensen laten zien. Ook de Smid aan de Middenweg is geopend voor bezoekers, waar de oude ambacht nog steeds wordt uitgevoerd. Het kan een haakje zijn voor de emmer, maar ook een deur, een tafel, een stoel, hekwerk, restauratiewerk. Als het maar van ijzer is. Wat maakt het nou zo interessant wat u doet? Dat je maatwerk maakt en dat je de wensen van mensen kan verwezenlijken. Dus je maakt er iets persoonlijks van. We wilden kijken wat allemaal te doen is. Even in de kerk gekeken, de kraampjes. Nou, straks nog even de Westbeemster, Noordbeemster. Gewoon overal even langs. Wat is het leukste wat jullie tot nu toe gezien hebben hier? Ja, we komen eigenlijk net binnen, maar we hebben de kerk even van binnen gekeken. Dus dat is wel leuk om te zien. Er zijn ook wat mensen die hun eigen werk laten zien daar. Dus ook wel leuk om even te zien. We hopen de mensen laten zien wat het brandweervak inhoudt en hoe leuk het is om het te doen. Hoe leuk vind jij het zelf om brandweer, vrijwillige brandweer te zijn? Ja, het is een stukje belasting, maar je krijgt er wel heel veel voor terug. En ik denk dat het stukje meerwaarde wat je bent voor jouw dorp hier momenteel, ja, dat is schitterend. We zijn hier net pas, maar we zijn nog van plan om heel veel te doen, want het is echt heel leuk. En lijkt het jullie ook leuk om later zelf bij de brandweer te gaan als je dit ziet? Het is een optie, maar ik weet het niet zeker. En lijkt het jou leuk om later bij de brandweer te gaan? Ja. Wat opvalt is dat de mensen allemaal zo ontzettend prettig met elkaar omgaan. Iedereen groet elkaar. Er hangt een vriendschap in de lucht hier in de Beemster. Heel fijn.